Ja, en nou, we waarderen het zeer dat de minister de tijd en de moeite heeft genomen om hierheen te komen. Maar het gesprek gaf geen enkele opening. En ik verwacht dus ook niet dat hij de vergunning on hold zet of staakt. Ja, dan Kees, is dat heel eerlijk. Dat is heel eerlijk, maar dat vinden wij natuurlijk erg jammer. Teleurstellend. Teleurstellend, ja. Maar goed, is er überhaupt iets daarvan? In dit gesprek niet. Nee, de minister heeft uitgelegd dat hij aan wetgeving vastzit en dat hij niet anders kan dan de vergunning verlenen. Ja, maar ja goed, je kunt natuurlijk wel op een orde wie ze druk zetten. Er is nog een Twarre Kemer. Daar is onze hoop nu natuurlijk ook op gericht. Wij vinden dat de effecten op het lange termijn niet genoeg in beeld zijn. Wat het doet met de Waddenzee. En daarop willen we heel graag wachten. Dus wij zeggen, zet het nou on hold. Wacht op het onderzoek. Het Nationaal Delta-programma, dat moet echt inzichtelijk maken wat de effecten zijn van alle activiteiten die plaatsvinden in het Waddengebied op lange termijn. Als je dat weet, dan kan je een juiste afweging maken. Vielen jou je macht al eerst in sympathie? Nou ja, we hebben verwoord wat we elke keer al doen en dat is dat we tegen de gaswinning zijn. En dat is een keer op keer, hè? Ik bedoel, het is een basket, het is een plaat die het eigenlijk heen bloot. Zeker. En je hoopt natuurlijk elke keer dat het doordringt. En dat is in dit gesprek niet het geval geweest. Dus onze hoop is echt op de Tweede Kamer. Woensdag is daar een debat. En wij zullen de Tweede Kamerleden natuurlijk opnieuw ook benaderen. Dat hebben we elke keer al ook gedaan. Maar om dit proces on hold te zetten, te wachten totdat het Nationaal Delta-programma echt inzicht geeft op de effecten op lange termijn en dan een afweging te maken. Gaat die gaswinning terug, dan komt de compensatie. Dan krijgen we 60 miljoen euro compensatie voor gebiedsontwikkeling hier in deze hoeken. In keer natuurlijk als gemeente Noord-Eerst-Friesland. Ik zeg ze van, nee, wij willen dit net, dus laat dat fonds maar zitten. Laat die 60 miljoen maar zitten. Dan heb je wel gaswinning en helemaal geen geld naar dit standpunt. Gebied. Een principieel standpunt. Ja, maar dan hebben we niks en wel gaswinning. Dus dat hebben wij, daar hebben wij niet voor gekozen. We hebben duidelijke afspraken gemaakt. We zeggen, wij willen geen gaswinning. Hou je 60 miljoen maar. Als het wel doorgaat, dan willen we, dat is geen compensatie, maar willen we een deel van de opbrengst in het gebied hebben. En dat is wat we afgesproken hebben. Dus mocht het komen tot gaswinning, dan vinden wij het niet meer dan terecht dat er ook een deel van de opbrengst in het gebied besteed wordt. Dat geld komt ook niet naar de gemeente toe, dat is geld voor de Mierskip hier. En dat vinden wij belangrijk. Dat had al veel eerder gemoeten en wij vinden dat dat ook structureel moet. En nou nog een paar dagen lobby in Den Haag, denk ik. Zeker, onze lobby stopt vandaag niet. We gaan ook door. We zijn nou bijna dag en nacht nu hiermee bezig. Maar dat hebben we er graag voor over. En de Tweede Kamer, de politiek is nu wel aan zet. Dus onze oproep daar ook is van dien een motie in, zet dit proces on hold. Wacht nou totdat je echt de lange termijn effecten in beeld hebt.